Een financiële strop dreigt voor Strijp S. De gemeente moet miljoenen euro's bijleggen als alle bouwplannen op het voormalig Philips-terrein worden uitgevoerd. Oorzaak is volgens de Rekenkamer de economische crisis. Dat betekent terughoudendheid bij degenen die moeten investeren. Dat betekent dus dat er ook gekeken moet worden naar die plannen die er zijn, de oorspronkelijke ambities, of die nog te haalbaar zijn op dit moment. De bouw van appartementen, culturele voorzieningen of kantoren zou daarmee op losse schroeven komen te staan. Maar wethouder Viers denkt dat het zo'n vaart niet loopt. Dus er staan een aantal gebouwen waar die nu tijdelijk in gebruik zijn, die we ook de komende jaren nog wat langer tijdelijk kunnen gebruiken. Dus ik denk juist dat Strijp S heel veel veerkracht heeft om deze moeilijke periode te overbruggen. Woonbedrijf bouwt zo'n 200 huizen en een ondergrondse parkeergarage op Strijp S. De garage moet misschien worden geschrapt, maar de corporatie is niet bang dat ze de woningen dan niet meer verkocht krijgt. Voor woonbedrijf geldt vooralsnog niet dat het negatief uitpakt. Dat kun je hierachter zien. Wij zijn doorgegaan met onze planvorming. SAS 3 is in de verkoop en in de verhuur. En het mooie is dat in één week tijd hebben zich 91 concrete kandidaten gemeld. Die zeggen wij willen een afspraak, want wij willen een woning kopen. Dus ik zie alleen maar kansen. Ook Viers denkt dat de parkeergarage geen haalbare kaart meer is. Zoals ze nu in het plan zitten, zijn ze heel erg duur. En misschien door daar gezamenlijk creatief over na te denken, kun je tot andere oplossingen komen die wel de ruimtelijke kwaliteit overeind houden. Want we hebben daar natuurlijk wel een prachtig gebied met voor 30% rijksmonumenten. Dus het moet straks ook wel een plaatje zijn. Maar dat betekent misschien niet dat je alles onder de grond moet realiseren. Volgens de Rekenkamer heeft de projectontwikkelaar te veel invloed en moet de gemeente het heft meer in handen nemen. De gemeente moet nog meer de regie in handen nemen, omdat eigenlijk gezien de belangen de laatste jaren ze eigenlijk te weinig erin geïnvesteerd hebben in die regie. En ook om dus meer evenwicht te brengen in de samenwerking met de partners. De Rekenkamer heeft het rapport over Strijp S aangeboden aan de gemeenteraad. Later dit jaar komt het op de politieke agenda.